Deze eiwitpoeders bereiken een groot publiek in Europa, maar wie van hun geeft de klant de meeste waarde voor het geld? Deze review is onpartijdig en puur om je te informeren. Ik werk met niemand samen en al was dat wel het geval, zou ik nog eerlijk zijn omdat ik super veel waarde hecht aan betrouwbaarheid. Dit zijn de 5 stappen die we langs gaan in deze video. Stap 1, waar wordt het gemaakt? Stap 2, voedingswaardevergelijking. Stap 3, smaakvergelijking. Stap 4, wat is de reputatie van elke organisatie? En stap 5, conclusie. Dus welke whey protein geeft je de meeste waarde voor het geld? Aan stap 1, waar komen de eiwitpoeders vandaan? Laten we starten met de body mass whey protein van de Action. Als je ernaar gaat zoeken, dan kom je terecht bij NutriDynamics. Dat is een fabriek in Alkmaar die voor meerdere bedrijven supplementen maakt. Naast andere bedrijfjes van supplementen voorzien, verkoopt NutriDynamics ook hun eigen huismerk supplementen. En deze zijn vooral in drogisterijen en gezondheidswinkels te vinden. Basicfit laat ook hier hun supplementen maken. En Bodyfit deed dit 10 jaar geleden ook. Dus als je qua verpakking of smaak op elkaar vond lijken, dan weet je waarom. Dan hebben we Optimum Nutrition met hun Gold Standard Whey Protein. Deze wereldbekende eiwitpoeder wordt in Middlesbrough gemaakt. Dat is een stad in Engeland en de naam van de producent is Glanbia Performance Nutrition. Glanbia is een groot Ierse bedrijf dat eerst voor merken aan het produceren was, maar ze later overnam om er eigenaar van te zijn en dus voor hunzelf te produceren. Optimum Nutrition was een Amerikaans bedrijf dat in 1986 werd opgericht en door Glanbia werd overgenomen in het jaar 2008. Op zich een slimme zet, want ze waren toch aan het produceren en het merk had een sterke reputatie opgebouwd, dus ze wisten dat het zou blijven verkopen. Dan hebben we de whey protein van Body & Fit. En dit had je waarschijnlijk niet verwacht, maar ook Body & Fit is van Glanbia en ook hun supplementen worden geproduceerd in Middlesbrough in dezelfde fabriek. Het voormalig bedrijf uit Heerenveen, Friesland werd in het jaar 2017 door Glanbia overgenomen en naast Optimum Nutrition en Body & Fit is Glanbia ook eigenaar van bekende merken als Slimfast en BSN Supplements. In 2015 kwam Body & Fit negatief in het nieuws vanwege oplichting. Er bleek 20% minder eiwitten in het product te zitten dan er werd aangegeven. En ik vraag me daarom af of de verkoop aan Glanbia er iets mee te maken had. Wel is één ding zeker, sinds Glanbia Body & Fit heeft overgenomen, is de kwaliteit op elk vlak en bij elk product beter geworden. Dan de whey protein van XXL Nutrition. XXL Nutrition produceert in Duitsland, maar bij welke producent is erg lastig te achterhalen. Wellicht een bewuste strategie, omdat XXL Nutrition over de meeste dingen heel openlijk en transparant is, behalve de naam van hun producent. Waarschijnlijk willen ze copycats op afstand houden. En dan stap 2, laten we de voedingswaarden naast elkaar zetten om te vergelijken. Nou, zoals je kan zien is de whey protein body mass van Action de goedkoopste, maar zijn het de andere 3 merken die serieuzer met elkaar concurreren op het gebied van kwaliteit. Trouwens, deze prijzen zijn berekend op basis van de grootste en dus voordeligste verpakkingen. Als je voor de kleinere verpakking kiest, dan wordt de prijs per kilo duurder. De merken van Glanbia doen het iets beter qua vetten en suikers dan XXL Nutrition, maar XXL Nutrition heeft er wel meer aminozuur bij gedaan en de prijs wat lager gehouden. Ik zal aan het eind van deze video een conclusie trekken en aangeven welke whey protein de meeste waarde per euro biedt. Aan stap 3, smaakvergelijking. Smaak is natuurlijk voor een groot gedeelte persoonlijk. Ik kan niet zoals cijfers echte feiten noemen, maar ik zal op basis van mijn eigen ervaring oordelen. Die van Action is het zoetst, maar dat was te verwachten met iets meer suiker. Naar mijn mening is het verschil in de smaak tussen de eiwitpoeders niet gigantisch groot, maar persoonlijk vind ik de merk van Glanbia, dus Body & Fit en Optimum Nutrition, het lekkerste smaak. Stap 4, reputatie. Als het om reputatie gaat, begint het natuurlijk bij de visie van het bedrijf, maar is het de vraag of de klanten het ook op die manier gaan zien? Daarom zal ik nu bij elk merk aangeven wat ik denk dat ze willen uitstralen en hoe ik het als klant zie. Body mass, betaalbare supplementen voor sporters die niet veel te besteden hebben. Ik als klant, een B-merk die zich bewust is van hun positie, maar het puur op prijs willen winnen van de concurrenten. Ze zullen toch klanten blijven vinden, omdat niet iedereen de A-merk kan betalen. Optimum Nutrition, al meer dan 30 jaar het premium merk voor atleten. Ik als klant, ze bestaan al heel lang en hebben een sterke reputatie. Hun whey protein is van goede kwaliteit, maar qua prijs kan het goedkoper, zeker aangezien ze het zelf produceren en mega volume draaien. Body & Fit, premium brand met aantrekkelijke prijzen. Ik als klant, vroeger waren ze vooral goedkoop, maar de kwaliteit was duidelijk minder dan bij de topmerken. Sinds de overname van Glanbia is zowel de kwaliteit als de reputatie goed en behoren ze nu wel in de top. XXL Nutrition, no nonsense, bij ons is kwaliteit prioriteit. Ik als klant, de kwaliteit van het product is goed, ze draaien mee in de top
en lijken de prijzen wat lager te kunnen houden dan concurrenten. Stap 5, conclusie. Hoewel de whey protein van de Action een aantrekkelijke prijs heeft en je toch 70% eiwit kan bieden, kan ik die niet op nummer 1 zetten in deze review, omdat het verschil in kwaliteit met de andere iets te groot is. Toch zou het een sporter die aan het bulk is met een klein budget kunnen helpen, omdat 70% eiwitten toch veel blijft en het naast een shake ook gebruikt kan worden om er eiwitpannenkoeken en eiwitrepen mee te maken. Als prijs geen meespelend factor zou zijn en ik alleen naar smaak en voedingswaarde zou kijken, dan zou de gold standaard van Optimum Nutrition favoriet zijn. Maar prijs speelt wel degelijk een grote rol, want voor de prijs die Optimum Nutrition vraagt voor de whey protein, kun je bij XXL Nutrition zelfs voor nog iets minder geld de whey isolaat halen waarmee je op 89% eiwitten zit in plaats van 79%. En de calorieën zijn ook nog eens lager, dus naast eiwitten zou je ook een verbetering hebben bij de vetten en suikers. Dus aangezien de concurrenten dicht bij elkaar zitten qua smaak en voedingswaarde, is het XXL Nutrition die het meeste waarde voor je geld geeft en dus de winnaar is van deze review. Nou, dit was het voor deze video. Als je nog een video over supplementen wil zien, kun je hier naast de volgende video klikken.